Is het voor jou, zeg maar, dat je. Ja, was dat voor jou nog moeilijk? Want ik kan me voorstellen, als je aan een genre waagt, dat je daar op een gegeven moment toch wel. Ja, dat is een soort, ook een soort groeiproces. Ja, Is dat het was groeiproces een met het uitdaging, album hè? afgerond of zit je er nog middenin? Nou, het is een uitdaging geweest om dat te doen. Echt een avontuur vond ik het ook. En ik heb op een of andere manier toch altijd een uitdaging nodig, anders vind ik er niks aan. En ik heb het idee dat ik een heel eind ben gekomen al. Maar ik denk niet dat het gestopt is. Dat denk ik niet. Merk je bijvoorbeeld nu die plaat uit is, dat je alweer bepaalde accenten of een soort groei hebt doorgemaakt, bijvoorbeeld met nummers? Nou, kijk, weet je wat altijd het moeilijke is? Je hebt iets geschreven en je zingt het al vrij snel in. Dan is het er al, maar naarmate ik het vaker zing, en dat gaat straks in de tournee beginnen natuurlijk, eind januari, dan ga je zo, beklijft het zo, dat je werkelijk je emoties er beter in kan leggen. Begrijp je? Dus dat groeiproces is er altijd. Het is toch heel vaak zo, en dat is bij toneel idem dito, denk ik, dat als je zo'n tournee af hebt, dat je het pas echt goed kan. Dus eigenlijk moet je later een plaat opnemen. Misschien. Ja, maar dat gaat ook weer niet, want Nee. die twee dingen zijn nou aan elkaar verbonden, eenmaal. Dus is gewoon altijd een werkproces. Wat ontzettend leuk is om te doen. Ik bedoel, dan blijft ook de uitdaging blijft er liggen, Ja. waardoor elke avond ook weer opnieuw spannend is en je een kick geeft om te komen waar je dat het liefste wilt. Maar is het dat, zeg maar, voor jou misschien de essentie, zeg maar, van dit genre, zeg maar, toch meer het optreden? Of is het ook, zeg maar, het opnemen, het lied? Want ik vind dit echt muziek die je moet Ja, daar moet je dichtbij beleven. zitten. Ja. Dat is zeker zo. Maar tijdens het opnemen ben je toch ook aan het performen. In feite ben je, als je Oké. inzingt, ben je bezig met de essentie te zoeken van de tekst en van de muziek. Ben jij dan een opnameartiest of een live-artiest? Maar ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het. Ja, ik ben niet dol op muziek opnemen. Maar je hebt een soort vervoersmiddel nodig om. Ja, je moet een soort document maken blijkbaar om daar weer op voor te breien. Ja. Maar ik zou het ook heel jammer vinden om het niet te registreren. Ik vind het toch ook wel te gek dat het bestaat. Ineens is het er ook, weet je. Dan heb je krijgt het eerste doosje met het boekje erin en de cd. En dat is toch altijd een soort magisch moment. Dat was bij deze denk ik ook. Je hebt nu een. Is dit trouwens de accordeon? Dat is hem, Dat ja. is Wat hem. een baby, hè. Ja. Lief. Ja, ik wil nog heel even nog een aantal andere vragen. Heb je ooit nog iets gedaan met je studie grafisch ontwerpen? Zeker, ja. Ik heb nog niet zo heel lang geleden ben ik gevraagd door uitgeverij. De naam is me even ontschoten. Misschien moet dat er wel uit. Ach, hoe heet ze nou? Podium. Om een boek te maken met mijn eigen tekeningen, die zeg maar illustraties zijn bij de teksten tot nu toe, tot vlak voor kus. Hebt hier ook een aantal. Ja, en dus ik help een beetje mee in de vormgeving van zo'n hoesje. Ik vind het heel jammer dat ik er zo weinig tijd voor heb, want ik zou heel graag veel meer willen tekenen. Maar ik ga nu bijvoorbeeld voor de tournee, dan schilder ik op zulke kleine glasplaten. Daar heb ik een projector voor. Echt een hele ouderwetse toverlantaarn, die echt als een oud dia-apparaat werkt. Dus je kan er één glasplaat in doen, of twee eigenlijk. En die kan je dan verzetten en dat kan je dus mega groot projecteren. Dus ik schilder die platen als het decor van mijn tournee. Dus ik doe er nog steeds dingen mee. Oké. En ja, hoe kijk je terug op I've Got the Bullet? Dat is zo ontzettend lang geleden. Het was een hele leuke tijd. Maar Het was. als je nou bijvoorbeeld foto's ziet van die tijd, zeg maar, is het dan, ben je het nog? Kun je nog een Ja, beetje inleven? absoluut. Ik ben er nog Of steeds. Gelukkig zijn de scherpe kantjes er wel een beetje vanaf. Ik heb me in die tijd eigenlijk niet zo goed gerealiseerd waar ik in zat, denk ik. Het ging allemaal zo vanzelf. Pas later ben ik gaan denken, ja, je moet hier heel hard voor werken. Je moet gewoon vooruit willen. Ik heb me toen Ik heb me nogal aan de situatie overgegeven. Ik heb het allemaal laten gebeuren. Ik ben veel stelliger geworden in wat ik werkelijk wil. En ik ben ontzettend gegroeid. En dat bleek ook eigenlijk het allerleukste te zijn, het groeiproces.